In totaal, vanaf conversie is aangekondigd, zijn er 6.662 conversieaanvragen afgehandeld. Daarvan zijn er 3654 natuurlijke personen en 3008 rechtspersonen. Met rechtspersonen bedoel ik NV en stichtingen. In totale conversiewaarde hebben we van 1.031.373 en 10 cent. We hebben gezien dat Wanica het grootste district is met de meeste aantal conversieaanvragen of die afgehandeld zijn. In Wanica zijn er totaal 2731 conversieaanvragen afgehandeld. In Paramaribo 2426. En daarna volgt Kommerwijnen en dan kan je dan verder gaan. Ook heel opmerkelijk is dat Rainfield de meeste heeft van Paramaribo. Dat is 699. Daarna volgt Blauwgrond met 689. En heel opmerkelijk is dat we op Latour tot heden maar 8 conversieaanvragen hebben afgehandeld. Wat betreft Wanica is het Kwarasa met 864, Lelydorp met 630. In Kommerwijnen heb je Nieuw Amsterdam, ja, met 427 en Meerzorg met 123. Dan heb je Yarikaba en de resterende districten. Voor wat betreft conversie gaat dat heel snel. Meestal wanneer de mensen indienen, is het binnen 2 weken, krijgen de mensen al te horen dat ze hun beschikkingen kunnen ophalen.